Ongeveer een jaar geleden kwam mijn compagnon Rob weer met een mooi project. Hij was bullish op AI-projecten en had een nieuwe potentiële parel gevonden, namelijk BitTensor. Een AI-project wat toen op 37 dollar stond en het was ledig maar te verkrijgen via een sketchy exchange genaamd BitTensor Exchange. Maar toch leek het project potentie te hebben. Nadat we onze bevindingen deelden in een kortbericht in de Discord en posities begonnen op te bouwen, waren we bizar verrast. Want nu, ongeveer een jaar later, heeft de prijs namelijk een high ingedikt van 7. Dit is een stijging van ruim 1900%. En dit brengt ons natuurlijk bij de vraag: wat kan de volgende BitTensor zijn? In oktober kregen we hier een antwoord op toen Commune AI lanceerde. Een project met een klein team, wat ook alleen maar te veranderen was op een Exchange. Die precies leek op de Betensor Exchange. Ik deelde mijn project afgelopen maandag in de Market Outlook op 2,50 dollar. En inmiddels heeft de prijs al 4,30 dollar aangetikt. Vandaag gaan we kijken naar of Commune AI het volgende potentiële 10x AI-project kan worden. Of dat het al te laat is om in te stappen. Laten we beginnen met het probleem wat Commune AI oplost. AI is namelijk momenteel ons volledige leven aan het omgooien. Maar traditionele AI-tools hebben één groot probleem. Namelijk centralisatie. Stel je voor, ik heb bijvoorbeeld een AI-model ontwikkeld om het perfecte recept voor koekjes te creëren. Ik heb flink wat honger, dus <laughs> dit klinkt als een topidee. Maar wil je dan voorstellen dat ik dit AI-model toegang wil geven tot data om de beste koekjes te bakken? En dat ik vervolgens dan ga kijken naar alle kookboeken in mijn persoonlijke bibliotheek. Vervolgens komt er misschien een prima recept uit, maar het is nog niet perfect, toch? Wat zou ik dan nodig hebben om die recepten beter te maken? Hoogwaarschijnlijk drie dingen. Namelijk meer kookboeken, meer resultaten van hoe goed die recepten zijn. En een hele hoop rekenkracht om ervoor te zorgen dat ik die data kan verwerken. Nou, zou ik dat vervolgens zelf moeten aanpakken? Dan moet ik dus een bibliotheek kopen met gigantisch veel boeken. De resultaten van de recepten op gaan zoeken. En een supercomputer bouwen die de data kan verwerken. Dus dat wordt dan een heel duur koekje zo, toch? Nou, zowel Microsoft met ChatGPT als Google met hun BART gebruiken data van het web en hun eigen servers en tools om de AI-programma's die zij hebben te laten leren. Als je dat zelf allemaal wil opzetten, laat dit het grote probleem zien aan de hand van dit verhaal. Namelijk dat deze verschillende modellen niet met elkaar samenwerken en ze leren dus ook niet makkelijk van elkaar omdat het achter gesloten deuren gebeurt. Dit is exact het probleem wat Commune AI probeert op te lossen met een hele logische oplossing, namelijk blockchain-technologie omdat ze gebruik maken van blockchain technologie kunnen ze vervolgens mensen beloning geven voor hun bijdrage aan de rekenkracht van alle modellen tegelijkertijd. Ze kunnen AI modellen gemakkelijk toegang geven tot grotere datasets om ze beter te laten performen en... Dit kan allemaal op een gedecentraliseerde manier, zodat er niet één centrale entiteit is die de hele boel kan controleren. En dit maakt een fantastische oplossing voor het probleem van AI. Het is tevens ook de reden waarom BitTensor het zo goed heeft gedaan, omdat het zo'n logische oplossing is voor een probleem. wat de komende paar jaar waarschijnlijk enorm prominent gaat zijn. Nu een AI is daarbij ook opgezet door een van de developers die in een vroeg stadium al betrokken was bij BitTensor. En die werkt dus redelijk volgens dezelfde principes. Ik ga je even de verschillen tussen de twee uitleggen, zodat we weten. Of dit project nog steeds interessant is. De verschillen tussen de twee liggen namelijk voornamelijk in het feit dat BitTensor meer focus op het decentraliseren van rekenkracht en de resources voor het trainen van de AI-modellen verdelen. Terwijl Commune AI juist meer focus op community engagement en het betrekken van meerdere partijen bij het delen van hun resources. En het dus meer inziet als een soort modulair netwerk wat ze proberen op te bouwen. Nou, superveel technische jargon, maar feitelijk lijken de twee dus best wel veel op elkaar. Beide hebben daarbij ook tokenization als een beloningsmechanisme, maar Commune AI focust meer op het ontwikkelen van nieuwe extra modules aan het netwerk belonen, terwijl BitTensor dus vooral focust op het belonen van mensen die rekenkracht leveren. Nou, beide hebben dus een plek in de blockchain AI intersectie en dat is natuurlijk waar het uiteindelijk om draait. Want de massa gaat namelijk niet de technische details begrijpen... ...maar ze kunnen wel begrijpen dat BitTensor het goed heeft gedaan... ...en dat vervolgens Commune AI het kleinere broertje van BitTensor kan worden. En dat is exact wat er momenteel in de markt aan het gebeuren is. Maar goed, als investeerder zijn er natuurlijk ook verschillen waar we naar moeten kijken. En wat zijn die dan precies? Ten eerste, de hoeveelheid tokens. BitTensor heeft namelijk slechts 21 miljoen tokens in totaal beschikbaar... ...en Commune AI heeft er zo'n 1 miljard. Dus bijna 50 keer zoveel. Dit is dus belangrijk om rekening mee te houden wanneer we kijken naar de prijsverschillen tussen de twee. En als je 1 miljard tokens hoort, dan klinkt dat op het eerste ogenblik natuurlijk als heel erg veel. Echter, het is een beetje te vergelijken met de distributie van Bitcoin. Op het begin komen er veel tokens vrij, maar over langere periodes van tijd steeds minder. Voordat de volledige supply vrijgekomen is van Commune AI, zijn we alweer 40 jaar verder en momenteel komen er zo'n 250.000 tokens vrij per dag. En met de huidige prijs is dat een extra supply van ongeveer 800.000 dollar per dag. Daarnaast werkt Commune AI ook met halving schedules. Halving schedules betekent gewoon dat, hoewel we nu 250.000 tokens per dag erbij krijgen, dat in de toekomst dat telkens gehalveerd wordt, zoals Bitcoin dat ook doet. Simpelweg betekent dit dus dat de hoeveelheid beloningen die ze geven in het ecosysteem. Uiteindelijk telkens gehalveerd zullen gaan worden. En de eerste keer dat het gehalveerd wordt, zal gebeuren in waarschijnlijk de eerste week van 2026. Maar als we kijken naar het distributieschema, dan zien we natuurlijk dat het 40 jaar kan duren voordat alle tokens vrijkomen. Dus er is inderdaad 1 miljard beschikbaar, maar het duurt heel lang voordat die tokens uiteindelijk allemaal vrijkomen. Laten we dan nu doorgaan naar de meer interessante dingen, zoals hoe ver het project zou kunnen gaan stijgen. Hiervoor wil ik eerst één ding duidelijk maken: namelijk het verschil tussen market cap en fully diluted market cap. Market cap is de hoeveelheid beschikbare tokens keer de huidige prijs, en fully diluted market cap is de totale hoeveelheid tokens die er ooit beschikbaar zullen zijn. Omdat beide projecten, zowel BitTensor als Commune AI werken met een distributie die langzaam minder wordt over een langere periode van tijd, is het, het belangrijkste om eerst te kijken naar de market cap en dus niet zozeer de fully diluted market cap. Ik zal even laten zien heel kort wat het verschil is. Kijk, als ik hier naar coingecko.com ga en ik tik hier in Commune AI, dan zie ik hier zo dat als je gaat kijken naar de totale hoeveelheid supply, dat dit 1 miljard is. En dat momenteel, dus de Fully Diluted Valuation, momenteel staat op 3,2 miljard. Dit zou echter pas de market cap zijn na 40 jaar, omdat dan pas alles volledig gedistribueerd is. Dus kijk ik liever naar gewoon de market cap, en die staat momenteel op 208 miljoen dollar. De market cap van BitTensor daarentegen, als we daar naartoe gaan kijken, die ligt momenteel richting de 4,1 miljard dollar. Als je online gaat kijken, schatten sommige mensen dat Commune AI rond de 15% waarde van BitTensor kan worden. Dat zou betekenen dat in elk geval nu al de token naar rond de 600 miljoen dollar zou kunnen gaan. Meelevend op het AI-blockchain-narratief, wat ik denk dat het sterkste narratief zal gaan zijn deze boeren, denk ik dus dat Commune AI redelijk snel richting de 10 dollar zou kunnen gaan. Daarbij is Commune AI momenteel alleen nog maar via een soort achterdeur te verkrijgen via comswap.io. en... Uniswap. Dit zijn decentralized exchanges en echt alleen nog maar manieren die mensen kunnen gebruiken die wat geavanceerder zijn in crypto. Om even een voorbeeld te geven: BitTensor die liste pas op 3 maart 2023 op de Centralized Exchange, namelijk MEXC. Toen hebben we het ook nog verder behandeld in onze Premium Discord en verdere posities opgebouwd. Maar we hadden het dus eerst al over het project rond de 37 dollar. Sinds het eerste moment dat we het erover hadden, is bitensor letterlijk 1900% gestegen. En vanaf de eerste listing op MEXC, dus zo'n 772%. Bitensor hebben we echter al behandeld vanaf 3 januari 2023. Dus ruim voordat die gelist werd op die centralized exchange. En toen zag het er ongeveer zo uit. Toen stond de prijs hier op 30 dollar. En. Dit is niet de eerste keer dat we zulke stijgingen hebben meegemaakt. We hebben namelijk ook Caspa behandeld. Hier zo op 14 november 2022. En toen stond het project nog op een halve cent. En momenteel is die sinds dat we hem eerst kochten 2750% gestegen. Als je beide met slechts 100 euro gepakt had, had je dus letterlijk 4500 euro gehad. Nou, wil je dat soort updates nou ook krijgen? Probeer dan voor slechts 1 euro onze premium discord. De link vind je in de beschrijving van onze video. En hier delen dus onze aan- en verkopen op een volledig transparante manier. Met redenen waarom zodat jij gemakkelijk achterover kunt leunen terwijl wij het harde werk doen. De link vind je dus hieronder in de comments onder de video. En nu even verder naar de prijstargets. Want BitTensor is inderdaad 600% gestegen vanaf de listing op de Exchange. En zeker nu ook andere exchanges handel op het project BitTensor faciliteren, is het hard gegaan. Maar meer mensen kunnen dan dus ook toegang gaan krijgen tot Commune AI. Wat voor extra momentum zou kunnen zorgen in het project. Omdat het nu nog steeds maar op twee plekken beschikbaar is. Ik ben dus al sinds 148 positie aan het opbouwen in het project. En ik wil ook nog een grotere positie in Commune AI opbouwen. Mochten we namelijk weer terugkomen op de 2,50 dollar, de prijs waar het project op stond toen ik het er maandag over had, dan wil ik mijn positie gaan vergroten. Ik wil wel eventjes wachten tot die is afgekoeld, gezien we de afgelopen week namelijk ruim 278% gestegen zijn. Dan ga ik je nu even laten zien hoe je nou precies dit project kunt kopen via deze website. Als allereerste moet je een account aanmaken op comswap.io. Ik zal de link nogmaals even delen in de beschrijving van deze video. En daarnaast heb ik ook een Metamask wallet of een andere wallet nodig. Hiervoor zou ik ook weer in de link in de beschrijving even een video delen over hoe je een Metamask wallet aanmaakt en hoe je hem kunt gebruiken. Daarnaast heb ik Ethereum en USDT nodig. En vervolgens stort ik USDT op het Ethereum adres van mijn wallet. Die doe ik het liefst in de nacht of de avond durende Nederlandse tijd. Zodat de kosten van het Ethereum netwerk laag genoeg zullen zijn. Oké, okay, zodra ik dus USDT op mijn wallet heb staan en Ethereum op mijn wallet heb staan. Kan ik nu dus hier zo naar deposit toe gaan. Op deze omgeving. Bij account, balance. En vervolgens dan klik ik hier op USDT. Dan klik ik hier op deposit. En dan krijg ik vervolgens een conformatiescherm in mijn wallet. Oké, okay, zodra ik op approve heb gedrukt, dan kan ik nog een keer in het scherm gaan. Dan staat er nu deposit. Dan doe ik de transactie. En vervolgens staat er dus geld op mijn account. Daarnaast vind ik het ook belangrijk om te vertellen dat als ik een tutorial maak zoals deze... ...dat ik niet zoals een of andere gare influencer ga zeggen dat elk project keer 100 gaat. Maar <laughs> dat ik gewoon laat zien dat ik daadwerkelijk investeer wanneer ik een video maak zoals deze. En... Nadat ik dus geld heb gestort, kan ik dus zodra de prijs daar komt, Commune AI inkopen rond de 2,50. Ik zal mijn inkooptarget neerzetten op rond de 2,51 en dan heb ik mijn positie dus vergroot van rond de 495 stuks naar richting de 1000 stuks. Inmiddels is mijn geld aangekomen en ik wil voor 2.511 wil ik Commune AI kopen. Wat ik dan doe is dan klik hier op create OTC offer, klik op 2.511 en dan voer ik vervolgens de hoeveelheid in. Ik kom uit op 454 tokens, dan klik hier op create. En vervolgens wordt mijn aanbod gecreëerd. Hij staat op 2.511. Hier zo mijn offer nu dus klaar om gevuld te worden. Daarnaast zal ik, zodra de positie gevuld is al mijn commune AI steken. En dit doe ik via de ComSwap Wallet. De volledige tutorial hoe je dat doet, heb ik gelinkt in de beschrijving van deze video. En hopelijk heeft deze video je geholpen om een geïnformeerde beslissing te maken over Commune AI. Wil je nou meer van dit soort content? Abonneer dan op dit YouTube kanaal.